Ja. We kijken met Kai Sierhuis beelden terug uit de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Heracles Almelo. Richting Sierhuis en... Sierhuis debuteerde tegen Heracles in het shirt van FC Groningen. Dit was volgens mij helemaal het begin van de wedstrijd. En ik liep aan de contrakant van waar Thomas de bal had. Dus volgens mij had Thomas de bal rechts op het veld. En ik liep een beetje links van het midden van het veld. En ik maak daar een diepteloopactie. Omdat ik weet dat Thomas die paas in huis heeft. En omdat we die op de training al... Meerdere malen hebben uitgeoefend, zeg maar. Dus Thomas geeft die bal, alleen hij valt net niet achter de laatste lijn, waardoor ik niet door kan op de keeper. En ik zie dat volgens mij Mimoun en Django onder mij staan. Dus ik kruip voor mijn man, voor Rosman, en ik kop hem terug op Django. Ja, voor zijn voeten. Alleen ik dacht, die neemt hem aan, dan spelen we vanaf daar verder. Maar Django dacht, ik probeer het in één keer. Hij vond een mooie poging, helaas vloog hij niet binnen. Maar ja, dus zo ging het eigenlijk een beetje. Overname Groningen, Bellassani. Goed, de diepte richting Mahi. Dit was vanuit de aanval van Heracles. En wij veroveren de bal achterin of middenveld, denk Samir of zo. En die speelt mij in en ik weet dat er eigenlijk dat ik de diepste man ben en eigenlijk op dat moment als aanspeelpunt moet fungeren. Dus ik hou de bal bij me. Ik zie Ilias onder mij bewegen, dus die speel ik in zijn voeten. Die geeft echt een schitterende dieptepaas strak over de grond op Mimoun, die goede diepteloopactie maakt. Ja, die krijgt hem mee, die loopt 1-op-1 met de keeper. En ik dacht eigenlijk van schiet hem gewoon in de korte hoek erlangs. Maar Mimoun probeerde er voorbij te gaan om vanuit daar te scoren. Wat ook een keuze is. En wat, als je vaak 1-op-1 komt met de keeper en hij moest best wel een lange afstand nog maken voordat hij daar was. Dan ga je nadenken van hoe ga ik het doen. En als je dan een klein beetje twijfel hebt, dan maak je vaak niet de topkeuze. Ik denk dat nu het geval was. Dus hij probeerde langs te gaan. En op het moment dat hij er langs gaat, wordt hij soort van onderuit gehaald door de keeper. Die er eigenlijk helemaal niks aan kon doen. Dus ik vind het eigenlijk ook geen penalty. Maar op het moment zelf probeer ik er natuurlijk wel het maximale uit te halen. Dus ik loop naar de scheids toe, naar Kevin. En ik zeg van... Is het geen overtreding? Eigenlijk met een vraag en hij zegt nee. Ik zeg kijk wel even de VAR, hè, want je weet maar nooit. Dus op die manier. En je weet toch, als iedereen en het publiek er ook nog bij om een penalty gaat vragen, dan komt er toch een bepaalde druk op een scheids te staan. Maar dit heeft de scheids Kevin goed opgelost, want er was geen penalty. Maar dat was, je moet het toch proberen, vind ik. Handwerker met de voorzet. Sierhuis! Het is een penalty. Hens. Ja, Hens van Cibora. En toen kregen jullie hem wel. Ja, ik weet niet of het iets met het vorige moment te maken heeft. Maar dit vind ik wel een penalty. Mimoun die neemt eigenlijk die bal heel knap aan uit de lucht. En die jongen die heeft zijn arm wel heel ver langs zijn lichaam. En die komt echt ook hier. Dus dat is gewoon, voor mij is dat een penalty, want anders kan Mimoun afwerken. Maar via die hand komt hij eigenlijk ook nog voor mijn voeten. En eigenlijk vind ik dat ik deze binnen moet schieten. En dan is er helemaal geen twijfel meer. Maar ik denk dat hij de bal net iets te ver van mij af is, waardoor ik iets te veel naar de bal toe moet bewegen, waardoor mijn lichaam ietsjes te ver naar achter gaat en ik die bal net iets te hoog schiet. Dat is een beetje mijn beredenering daarvan. Maar toch vind ik dat ik deze eigenlijk wel door het net moet schieten. Want hij was hard zat. Hij moest alleen de goede richting. Maar uiteindelijk ben je dan wel heel blij dat je nog die penalty krijgt. Want dan kon Samir het afmaken en dat heeft hij goed gedaan. Sierhuis kwam tegen Heracles vaak voor het doel. Maar scoren zat er niet in voor de spits. Wellicht lukt het zaterdagavond als FC Groningen op bezoek gaat bij landskampioen PSV. Ja, dat is voor mij natuurlijk ook ultiem. Dat zou A voor... Voor ons natuurlijk fantastisch zijn helemaal als we een resultaat eruit halen. En helemaal bij mijn verleden bij Ajax natuurlijk zou dat top zijn helemaal als we daar punten kunnen afsnoepen. Want dan is dat dubbel geluk, denk ik. PSV is gewoon een topclub in de Eredivisie, net als Ajax. Maar je ziet ook dat Heerenveen een punt kan halen in de arena wat voorheen op voorhand niet gedacht werd. Nou, ik denk dat de verwacht wordt dat PSV van ons wint thuis. Maar ja, wij gaan er gewoon alles aan doen om dat feestje zeg maar te verpesten.